saaien. Dankjewel voor je leuke cadeautje. Hé, hey, een paddenstoel, man. We hebben een paddenstoel in de tuin. Daar. Hij is gaaf, man. Ik denk niet dat het een paddo is, dus we kunnen er niet echt veel mee. Maar hij is wel heel erg leuk. Volgens mij is het ook trouwens geen goed teken als je een paddenstoel in je grasveld hebt zitten. Maar goed, hij zit er. En het is herfst, dus het staat leuk. En nou is mijn broek helemaal zeiknat, maar maakt niet uit. Ja, yeah, it's my birthday and today we're going to do a photoshoot in a studio. And yeah, let's see what we can make out of it. This is the studio and the lights are still off. But I think it's going to be great with the whole family on the picture. Is het oké? Ja, dat vind ik keurig voor je dan. En als je dat deed met je hand verborgen zou doen, die hand. Dat vind ik heel leuk. Ja, daar je pak je met een. Je moet close het tegen elkaar zitten. Dit zeg maar. En daar die hand nog een houden. Dit. Die moet je hebben. Ja, dat kan niet zo. Dat is hier lekker zwaar. Heb je dit te bezig? Ja, je bezig staat verkeerd nu. Je ligt er goed, je weet het dan. Zeg het maar. Ga ze iets rechter samenleggen. Zo. Maar doe of het een kus is, dat deed het heel goed. Dus iets relaxer met je hand, zo gaan we gaan samen werken. Dit. Niet iets, hè? Even close. Ik heb alleen maar van hier. Nou. Kijk, dat mag op jou hoor. Ja, tuurlijk. Je mag ook daar eens kijken, dat mag ook even. Ja, dit is echt leuk. Kijk, dit vind ik ook een idee. Dit is mooi. Kijk, die zijn zo leuk hoor. Ja. Zij leven lang, hoera, hoera, leuk, lang zal ze leven, lang zal ze leven, lang zal ze leven in de gloria, in de gloria, in de gloria. Diep de piep, hoera, diep de piep, hoera, diep de piep, hoera. Ik heb nog 42. Haha, vandaag gaan we... De dierentuin toe, gezellig. Lekker apjes kijken. Tiii. Huh? Dat is een polvos. Dat wist je echt niet. Ah, cool zeg. De prairiewentjes. Carlo, ga je mee? En we zijn nu in Amazonica, de vlinderdinges. Maar ja, we sluiten de lenses. Heel veel zullen we niet zien, denk ik. Zeg maar. En de zebra. En de olifanten. Penseeloorzwijn. Schildpadje. Today. We see a lot of fishes and other animals, and if we come to the end, that it's time to go home. Well, I really enjoyed it, and hope to be back soon. So watch out, guys and girls, for GT4 European Series Northern Cup 2017, because team number one is ready to battle against you. Ass. Yeah, we're gonna kick some ass. See you back in 2017. Bye.